ruzie tussen Wilders, Halsema en Timmermans. In het kader van 7 oktober waren er verschillende protesten in Amsterdam. Een pro-Israël protest op de Dam en pro-Palestina protesten daaromheen. Het verliep niet helemaal rustig. Het leidde tot verschillende ongeregeldheden en aanvaringen met de politie. Ook waren er aanvaringen tussen pro-Palestina betogers en pro-Israël betogers. Halsema besloot dat de pro-Palestina protesten gewoon door mochten gaan. Wat Wilders betreft gaat Halsema het land uit. Maar Timmermans neemt het op voor Halsema en noemt haar een verbinder. En dat schoot bij Wilders wederom in het verkeerde keelgat. Halsema en Timmermans zijn totaal de weg kwijt. Wat vinden jullie van deze hele toestand? Geven jullie Wilders gelijk of niet? Laat het me weten en like en deel deze video.